De Provinciale Statenverkiezingen staan voor de deur. En ondertussen wordt het kabinet met de neus op de feiten gedrukt. De uitkomst van de parlementaire enquête in Groningen is snoeihard. En de Groningse bestuurders hopen op een cultuuromslag bij het Rijk. Gisteren kwam daar dus die reactie van die drie Groningse bestuurders. Ja, wat bedoelen ze nou precies met die cultuuromslag? Wat houdt dat in? Nou, dat er echt oog en oren is voor de belangen van de Groningers. De belangen die toch heel erg lang, vele tientallen jaren eigenlijk onvoldoende over het voetlicht zijn gekomen in Den Haag. Niet omdat die Groningers niet erover aan de bel trokken, maar omdat er op een of andere manier een andere prioriteitstelling gegeven werd aan het landsbestuur. De schatkist moest vol, zeker in de kabinetten Rutte 1 en 2. Daar was alles op gericht en dat zag je ook in het rapport terug met die mailwisseling die ze onderschepte tussen Jeroen Dijsselbloem, de minister van Financiën, en minister Kamp van Economische Zaken, waarin Dijsselbloem tegen Kamp zei van ja, ik snap wel dat Groningers het vervelend vinden, maar ik zie geen budgettaire ruimte om eraan tegemoet te komen. Dat gaf heel helder aan hoe er over geld vooral wel wordt nagedacht in Den Haag, maar niet over de belangen van de Groningers. En het pleidooi van gisteren van deze drie prominente Groningers wijst daar onder meer op. Ja, maar de vraag is natuurlijk, hoe gaan ze dat voor elkaar boksen? En is dat ook mogelijk om dat in korte tijd zo anders te doen dan in de afgelopen jaren is gebeurd? Nou, dat blijft natuurlijk wensdenken. Hè? Het is natuurlijk zo dat een kabinet er voor het hele land zit. Ook voor Groningen, maar ook voor de andere 11 provincies. Ik denk wel dat nu het politieke momentum, en daarom zag je de drie heren gisteren ook achter de in Nieuwspoort. Hè, het hart niet Nieuwspoort zelf, maar het Kamergebouw waar Nieuwspoort tegenwoordig gevestigd is. Het hart van de democratie om aandacht te vragen en het ijzer te smeden nu het heet is. Namelijk na dat stevige rapport van de commissie om veranderingen voor elkaar te krijgen. Ja. De vraag is natuurlijk wel of dat gaat lukken. We zitten nu toevallig in een reces. Precies, want je zegt aan de ene kant ja, politiek momentum, uiteraard na vrijdag, maar tegelijkertijd reces. En ik zag gisteren nou niet heel veel reacties van Kamerleden. Afgelopen vrijdag natuurlijk wel, maar gisteren niet. Veel mensen zijn ook weg, het land uit, ook uit het kabinet. Maar goed, het is wel duidelijk dat vanuit Groningen dit signaal is gekomen. Dit zal bijdragen aan de manier waarop de Kamer met de commissie in debat gaat en uiteindelijk ook zich zal verhouden tot het kabinet, als die de kabinetsreactie geven. Maar dat duurt nog heel tijd. Ja, dat duurt nog wel eventjes. Het eisenpakket is wat we gisteren hoorden, wel behoorlijk omvangrijk. Hè? Gewoon eigenlijk een blanco cheque die werd gevraagd om een periode van 25 jaar Groningen weer bovenop te helpen. Ja. Je snapt dat die wens er is. En ik verwacht ook dat er heel veel middelen vrij worden gemaakt. Dat de aandacht ook bij Groningen blijft, in ieder geval op korte termijn. Een blanco cheque is iets wat geen enkel kabinet kan toezeggen, omdat een kabinet ook niet over zijn eigen graf kan regeren. Dus die kan wel iets van een toezegging doen, maar een volgend kabinet of coalitie, of het kabinet daarna, of het kabinet daarna, kan natuurlijk eigen prioriteit aangeven aan het geld wat er dan te verdelen is. Maar zoals gezegd, die reactie, dat duurt echt nog wel een tijd. Volgens mij pas richting eind april was wat er nu geroepen. Ja, dat zijn wel de normale tijden. Het is de bedoeling dat eerst de Kamer met de commissie in debat gaat en vervolgens naar aanleiding van dat debat ook aan het kabinet vraagt om een kabinetsreactie. Is dat dan logisch dat het nog zo'n tijd duurt? Of is dat bijvoorbeeld nu ook toch bewust vanwege de verkiezingen die daar heel binnenkort aankomen? Nou, het lukt je niet, denk ik, om drie weken voor de verkiezingen een debat over alles te hebben en een kabinetsreactie voor een rapport wat zoveel pagina's bestaat. Maar duidelijk is wel dat het voor de verkiezingen is gekomen en dat het dus ook voor sommige mensen, en zeker denk ik in Groningen, mee kan wegen in hun keuze voor wie ze rood gaan kleuren in het stemhok. Nou ja, in jouw column schrijf je ook, hè, dat de reactie afgelopen vrijdag van Rutte, hij gaf eigenlijk geen inhoudelijke reactie. Hij zei ook, we geven nu de ruimte, het podium aan het rapport. Hij zegt misschien dat het kabinet toch wel het sentiment onderschat, schrijf jij vandaag in je column. Wat bedoel je daar precies? Nou, ik snap wel dat je niet, zeker omdat het zo'n kort dag is, bijna 2000 pagina's van een hele doorvochte reactie kan voorzien. Je moet het ook wel lezen. Je zag wel dat Rutte in de persconferentie vrijdag wel een beetje selectief gebruik maakte van dat feit. Want op het moment dat hij er toch wel iets over wilde zeggen, zei hij, er staat ook in het rapport, of dit staat er ook in, of de commissie zegt ook dat. Had dus toch wel een aantal pagina's gelezen. Ja, je hebt het toch wel een beetje gescand. Maar vooral de toon is denk ik heel belangrijk. Hè? En dat zie je natuurlijk in dit dossier, maar ook in het stikstofdossier. Dat de kloof die gaapt tussen de Haagse besluitvormingsmachine
en hoe de mensen, vooral buiten de Randstad, dat ervaren, dat die gapende is. En dat ik, vond ik ook de manier waarop Rutte eigenlijk heel erg de deur aan het dichthouden was, echt wel het verkeerde signaal was op het moment dat er zoveel op tafel liggen. Is dat een inschattingsfout? Ik denk van wel. Ik denk dat ze toch hebben onderschat dat je weliswaar niet al te veel inhoudelijk kan reageren, maar misschien veel meer compassie had moeten tonen. Hè. Rutte is zelf ook een aantal keer in Groningen geweest, net als een heleboel andere bewindspersonen. En die ervaringen hebben er uiteindelijk toe geleid dat ook in het kabinet een denkrichting is veranderd. Het was vroeger, het zijn toch die mensen die gooien alles op de gaswinning. De kat is dood, ze zijn ziek geworden, ze zijn hun baan verloren, komt allemaal door de aardbevingen. Zo werd er gesproken door een bewindspersoon in Den Haag de afgelopen jaren over het leed wat Groningers hadden ervaren. En naarmate die mensen daar geweest waren uit het kabinet en zelf de scheuren hadden gezien en de verschrikkelijke verhalen hadden gehoord, begon ook in Den Haag door te dringen dat het anders moest. Die verhalen, die toon, dat voor het voetlicht brengen op het moment dat er zo'n zwaar rapport ligt, was misschien een betere oplossing geweest dan te zeggen, ik ga er niks over zeggen. Ja, nou...